Nou, wat ik heel interessant vind van het onderzoekend leren is dat kinderen geprikkeld worden om iets op te lossen en daardoor eigenaar worden van het probleem, maar ook van hun eigen leerproces. Dus dat je niet zoveel stuurt als volwassenen, maar dat er heel veel uit de kinderen komt. Nou, wat je ziet ook nu is dat kinderen heel erg na moeten denken over samenwerken. Wat gaan we doen? Hoe gaan we het doen? Maar ook over, ze leren ook inhoudelijk nadenken over het probleem wat er is. Dus eigenlijk komt er heel veel aan de orde. Er wordt altijd gesproken over kinderen zijn onze toekomst en die moeten we daarom serieus nemen. En wat ik hier interessant vind is dat je ziet dat dat hier ook gebeurt. Dus kinderen, de ideeën van kinderen doen er daadwerkelijk toe. Er zit hier ook iemand van de gemeente bij, dus ik hoop ook dat het nu een soort vertaalslag krijgt naar bedrijven en dat de ideeën van kinderen worden opgepakt.